Het raam is ook helemaal klaar. De versiering is weg. Ik heb het gelapte schoongemaakt. Hé, als je moet grapen, wat zegt het vrouwtje dan? Dan moet je gaan slapen. Ja. Hé? The past is where it stays, way back a year ago. Een hele, hele goede middag, lieve vrienden. Welkom bij weer een nieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. Of film, nog maar heel erg weinig. Toch welkom. Het is vandaag dinsdag de 18e van januari. En allemaal in 2022. En we leven om 13:39. Ja, ik moest er eigenlijk in eerste instantie er vroeg uit. Krijg ik een appje. Ik bedoelde niet vandaag, ik bedoelde vrijdag. Ik aan één kant blij, want ik was niet in orde. Ik had geen goede nacht gehad. Ik was wat misselijk ervan. Hoofdpijn ervan. Hoofdpijn heb ik nog een beetje van dat zeurige, maar daar is het weer ook naar. Het is mistig en ik moet dus daar weer mee uitkijken. Ja, je kan wel de kerktoren zien, gelukkig wel. En ik zie de kanaal weg, gelukkig wel. Dus ja, het is niet echt pot, maar je verneemt het wel op je longen. Maar, niet getreurd, ik ga wel met een meisje uit, want nog later staat al klaar. Ja, en dan moet ik nog niet Osje, posje. Even mijn neus snuiten en doe ik buiten beeld. Ja, dat heb je wanneer je parfum op doet, dat gaat ook op je neus werken. En dan moet je niezen. Maar ja, ik wil wel een beetje lekker ruiken vanzelf. En ik moet er even om een paar poten denken. Dus zo. Hoppata. Zo. Ook weer gedaan. Ja, toch? Ja. Nou ja, en wat we vandaag verder gaan doen. Nou, ik heb gisteren vergeten te laten zien. Was te moe. Maar... het raam is ook helemaal klaar. De versiering is weg. Ik heb het gelapte schoongemaakt. Schone vitrage. Ik moet er even dan weer bij. Want die boog. Die hangt niet helemaal in het midden. Dus ik moet de bank er weer weg hebben. En de trap er weer voor. Dan moet ik het eventjes wat rimpeltjes die kant op doen. En dan ben ik zo bezig. Ik ging gelijk daar die slinger daar weghalen. En het kerstboompje, kerstlopertje, dus dan komt de televisie ook weer netjes en klaar. Ja toch? Ik heb de wasmachine draaien, dus het komt allemaal goed. Ik denk dat ik de kast ook nog leeg haal, maar die takken laat ik nog hangen, want dan moet ik de tafel leeg hebben. Ook de kerstkleden eraf. Dus daar ben ik voorlopig nog even niet aan toe. Dus de slingers daar weg. En dan die ijspegels bij de kast weg. En dan is dat ook weer netjes. Zo langzamerhand, ja, wordt het allemaal weer netjes. Enkel, ja, ik ben nog steeds op zoek naar twee dingen. Want daar hangt nog een hertje in de lamp van glas. Ja, die zien jullie lekker niet. Maar dan hangt ik moet mijn stok even hebben. Misschien dat jullie hem dan wel zien als ik mijn hand erachter doe. Ik denk het nog niet, maar ik neem het wel mee. Zo. Een hartje van glas, weet ik veel wat het is. Ik heb hem al jaren, maar er hoort een slee bij. En het komt uit Amerika, want ik heb hem van mijn ex-schoonouders gehad. Hoe leuk, hè? Maar er hoort nog een sleetje bij. Dat sleetje ben ik ook kwijt. Moet er wezen. Gegarandeerd, dus ja, die laat ik gewoon even hangen. Dan vergeet ik het niet om er naar te zoeken.
En dan zal die het hele jaar hangen. Wat boeit het? Een hecht heeft niks 1, 2, 3 met de kerst te maken, hè? Nee, vind je ook zo'n zin in natuur. Ja, hè? Jo. Jo, is er zo? Of niet dan? Hang ik hem wel gedaan. Zo. Ook dat. Nou ja, jullie zien ik die roze lange jurk aan, tenminste lang. Hij is van wol, hij is aan één kant lang. Dat heb ik een punt met een split erin. En aan die kant is die kort. Ik heb het allemaal vest eroverheen, omdat ik zo meteen de deur uit ga. En ik heb altijd mijn vest aan onder mijn jas, want je weet maar nooit niet hoe koud het buiten is. Is het erg koud? Nou ja, ik heb het liever warm dan dat ik het koud heb. Of niet dan? Ja. Nou, oké, lieve vrienden, geniet van je dag. Hoe je hem zelf invullen wilt, dat moet je zelf weten. Maar in ieder geval, geniet ervan. Ik zou zeggen, tot de volgende ronde. Ja, goedenavond, lieve vrienden. Het is bijna avond. Nog 5 minuten vol de pc. Het is 17:55 en nog steeds dinsdag de 18e van de eerste. En Stefan die is vanmiddag geweest. Hij hoorde eigenlijk gisteren te komen, maar dat kon niet. Vanwege dat hij een spoedklus had. Dus hij is vanmiddag geweest. Alle boxen die ik al in had gepakt, heeft hij maar gelijk naar zolder gebracht. Nou, helemaal toppie. Geweldig. Zoals jullie zien, ben ik ook alweer bezig geweest. De gouden slinger is in ieder geval daar weg. Ik moet enkel de zilveren slinger nog doen. En dat is daar ook weg. Tot daar en toe, dat stukje moet nog. En de rest, nou in die tak is het ook weg. En daar heb je dan weer een bronzen slinger. Dat moet allemaal nog weg. Dat moet allemaal nog weg. Tot dat hoekje. Ja, en dan ja, dat moet nog weg. Verlichting laat ik hangen natuurlijk, maar de slinger moet nog wel weg. Dat ik dacht dat ik mijn best weer gedaan had voor vandaag, ja. En ja, de tafels die staan nog vol, oké, ik kan wel eten. Maar ja, dat moet ik allemaal nog opruimen, maar ja, dat gaat, ik moet, en dat bureau, mijn grote engel, die daar ook staat, ik weet niet of jullie hem kunnen zien. Die, met die basgitaar, of hoe noem je dat, dat ding wat op de grond behoort te staan. Die moet ik nog opruimen. Leg nog een kerstkleedje. Op de plankjes leggen nog kerstkleedjes, moet ik nog opruimen. Mijn kerstkrans ook nog. En de kersttakken natuurlijk, hè. Ja. Maar dat is het allerlaatste wat ik kan doen, want ik moet dan die eettafel leeg hebben en een plastic zeil erop. Ja, we gaan zo lopen. De mist is lekker weg, dus dat wordt weer even genieten. Nou, Rijka, laat dat toch. Ja, je moet niet zo happen. Iedere keer dat bijten en in de fout en in de staart. Ja, welke hond vindt dat nou leuk? Ik niet. Als ik een hond zou zijn, nee. En zij al helemaal niet. Nee, echt niet. Maar ja, de lamp op de televisie, die doet het nog niet. Nee, die moet nog een nieuw lampje in. En ja, dus dat moet ik nog halen, want die hek niet. Mijn kastverlichting moet ook nieuw in. Dus dat moet ik ook nog halen. En dan kan die kerstverlichting gewoon weer uitblijven. Maar ik denk zomaar dat ik die streng, heel misschien, die kerstverlichting in de kersttak, die ik altijd laat hangen, misschien wel aanhou, 's avonds. Is dat wel gezellig, toch? Ja, en ik denk dat het niet zoveel uitmaakt, die stroom. Ik denk dat het minder wattage is dan een normale lamp. Denk ik, ik weet het niet. Maar oké, het komt allemaal goed. En we proberen gewoon ons best te doen. En meer dan dat kan ik niet doen. Dus ik ga lekker met de hondjes lopen. Eventjes bijtanken eerst. En dan lopen.
En ik eet mijn eigen, ik weet niet wat althans, eet sabbel. Het is meer sabbelen. Van die snoepjes voor mijn keel. Ik weet niet of jullie het kunnen. En dat is drop met menthol. Ja. Dat, nou ja. Als ik malle moet, eet ik die dingen. Lekker voor je keel. Maar ja, we doen het eraan. Ik kom vandaag niet terecht bij de dokter, want hij was vol. Morgen ook. Donderdag is hij vrij. Dus ik moet vrijdagochtend vroeg weer bellen. Dus dat proberen we te doen. Vanochtend zou Karin met elkaar komen, maar ja, wat ik al had gezegd, ze had een appje gestuurd dat ze bedoelde vrijdag. Ik denk, nou, ben je lekker laat mee. Maar oké, ik heb wel weer lekker even nog kunnen slapen. Want ik heb ook een rotnacht gehad, omdat ik wat wakker door dat hoesten. En Rijke, die wou er een keer eruit. Nou oké, dat moet kunnen, ik moet er ook wel eens uit. Elm die heeft lekker doorgeslapen. Hé, meisje? Hé? Och, meisje toch. Ja, je bent ook lief. Als ik jou was, zou ik Elwin de ogen uitsteken met die nagels van jou. Om elkaar denken, hé. Om elkaar denken. Ja. Maar oké. Ik zit met mijn papiertjes te spelen. Ach, gosh. Gaat Rijka, omdat die natuurlijk klein is, gaat ze omhoog staan en de pootjes om Elwing de nek heen. Maar ook als ik onderweg ben en ik wil ze een snoepje geven omdat ze lief zijn en goed hun best doen, gaat Rijka ook wel eens met haar voorpootjes op Elwing de rug staan. Of op mijn rollatormandje staan. Dat is af en toe net zo'n circushondje. En zo'n leuk kittig gezicht is dat. Hé? Ja. Oh ja, moet je zo'n gaapje doen. Oh, nou dan. Moet jij zo'n gaapje doen? Hé, als je moet gapen, wat zegt vrouwtje dan? Dan moet je gaan slapen. Ja. Hé? Als je moet gapen, dan moet je gaan slapen. Tja. Nou, en hier zit onze Elwing. Hé? Ja nou. Ja hé, kind. Nou. Nou, de ene duwt de ander weg. Tjo, en nog een toe. Nou ja, in ieder geval, dat dus. Zo kan het hier ook gaan. Ja, ik denk net zoals bij mijn lieftallige dochter Karin in Den Haag. Gaat het hier ook af en toe toe. En ik, ja, zij heeft nog veel meer dieren dan dat ik heb. Ik heb maar 2 honden en een kat. En zij heeft 3 katten. Tenminste 3 honden, 2 katten en 2 cavia's. Ja, natuurlijk. Gaat ze weer spelen. Hé? Ja, nou lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet van jullie avond. En voor later op de avond wel terug te slaapplekken met mooie dromen. En gezond uit je bed zien te komen. Mocht ik alsnog vanavond iets leuks zien of weet ik veel wat, of dat ik wat vergeten ben, kom ik misschien nog wel weer retour. En anders zien we het wel weer, zien we het morgen wel weer. Ja toch? Ik zeg het tot dan. Way back a year ago.